Hallo, welkom in België. We zijn in pretpark Bellewaerde. Dit is een pretpark waar ik voor het eerst in 1991 kwam. Of wie het niet weet, ik ben Herman van pretpark van Sofie. En ja, er is hier wel een van Sofie aanwezig. Of over dit gebouw. In 1991 zat hier Las Piratas. Een hele mooie dakrijk met een piratenthema. Nu Orecan, dat is Spaans voor Orkaan. Nou, dat is een achtbaan. Ik ben er net in geweest om een onrij te maken met de GoPro. Komt hij net voorbij. Shows in de molen en in dit theater zat een elektronische poppenshow. Ja, de paardrijd zijn vervangen voor de achtbaan en de poppenshow voor bioscopen. Ik moet eerlijk zeggen, ik mis Las Piratas meer dan die poppenshow, want die was stom vervelend. Er zat een bandiet achter Speedy Gonzales aan en die zei de hele tijd: Speedy Gonzales is un loco. Maar er zat eventjes. Die show, dat zijn ze in Fantasialand en Disneyland beter in. Maar deze kennen misschien wel uit Rollercoaster Tycoon, maar hier staat een echte. Er staat ook het allereerste Tacoma Boomerang. Dat was toevallig ook mijn allereerste boomerang die ik deed. Ik was toen een grotere fan van dit type achtbaan dan nu. Ja, er staat een enorme rij voor trouwens. Ik heb een behoorlijk drukke dag uitgekozen. Het zijn allemaal schoolreisjes. Allemaal kinderen die bijna om ze boven lopen. Je moet verschrikkelijk goed oppassen. Ja, we gaan even een off-ride bekijken van de boomerang. Daar gaat ie. Als ik zelf getaard heb, dan komt hij achteruit weer terug. En dan gaat hij achteruit. Nog een leuke anekdote. De allereerste keer dat ik hier mee ging, toen ik eruit kwam, stond er een meisje bij de uitgang te kotsen. Nou, dat is mij goed nooit overkomen. Oké, we gaan verder kijken.
Vanuit Mexico zijn we aangekomen in het Wilde Westen. Boomstammetjes er is hier. En zoals gewoonlijk staat er altijd een flinke rij voor te wachten. Ja, het is leuk om hier door de ramen te loeren van hoeveel prestatjes op zal zijn en scènes in. Dat is in Babiaan, de Knatsberry Farm, maar hier niet. Het is meer een opslag. Grote ruimte. Toen ik hier ging staan om het zo te maken, zat ik bijna door de vloer. Geweest. Ja, maar het zal weer opstaan en met de vergane glorie uit. Grote aan de andere kant. Een soort vuurwinkeltje. Moet niet open. Nou, Skatsus gaat hij ook niet open. Tenminste, niet vanavond. De Bellewaarde is eigenlijk een combinatie van een pretpark en een dierentuin. Hier voor ook wat dieren te zijn. En als je heel goed kijkt, zie je daar achter het hekkenpaar. Er valt nog een oude kever achteraan. Uit Disneyland. Dat is wel heel duidelijk in de vormgeving van het bootje. Safari. Waar blijf je zitten? Mocht ik dit hier lekker liggen? Zodat? Een klein verschil met Jungle Cruise van Disneyland. Hier zijn echte dieren. En, in Disneyland zijn het allemaal animatronics. Nou, dat is spannend. Worden we nat gespoten of niet? Eén voor één uit, als het bootje voorbij komt. Nee, jammer. We zien het filmen.
Kinderboerderij. Meestal lijkt het wel wat op. Gespot met de camera, ze zit al te zwaaien. De Bengal Express, dat is een safari treintje. Het is er ook niet zo druk, dus we gaan hier aansluiten. Heb je de mannetjes Leo al gespot? Je herkent hem duidelijk aan zijn schitterende manen. Zo sprint hij tegen een topsnelheid van 65 km/u. Twee keer zo snel als Usain Bolt de grote dieren, zoals cimetas, groens, buffels en impala's. Om al dat vlees te verteren, moet je veel rusten. En dat kunnen we nemen op ons draag. Dat was een ronde in de Bengal Express. Ik kwam er over wat vergane gooien. Ik heb iets geleerd. Ik heb daar één mail gezien. Ik zat eruit te kloppen. Eens kijken of hier al meer dieren te zien zijn dan in de Bengal Express. Ja, staan. Ik zie hier ook geen dieren. Zowel mensen reflecteren in de ruit. Ja, hier weer hetzelfde verhaal. Een dierenverblijf, maar geen dieren. Ik heb helemaal een indruk onttrekken dat Bellewaerde een beetje zijn functie als combinatie van pretpark en dierentuin aan het verliezen is. Ik denk dat het uiteindelijk meer pretpark gaat worden. Als ik zo het aantal dieren zie, dan is dat aardig aan het verdwijnen. Oké, we gaan verder naar de Niagara Falls. Nou, hier hebben we toch nog een flink aantal dieren.
heb je hier een hele lege vijver. De hoofdattractie, dat zijn deze vissen, die komen daar waar de mensen zijn. En we hopen dat ze wat voer krijgen. En zoveel dieren heb ik vandaag nog niet eerder bij elkaar gezien in Bellewaerde. We zijn aangekomen in het Canadese themagebied, een relatief nieuw gedeelte van Bellewaerde. De vorige keer dat ik hier was, dat is 11 jaar geleden alweer, was het nog vrij nieuw, maar nog niet zo mooi aangekleed als nu. Dat is één attractie die we nog heel goed voor de geest staat en daar komen we zo op. Thematiseerde kinderattractie. Op de pad hadden ze in Efteling ook zoiets. Ja, daar is die afgebroken. Maar hier reed hij al. En daar zien we Peter Pan al. Dat is haar. En dat de piraten een stuk de voorgeslaagd uitzien. Maar straks komt er een bootje aan. En daar komt hij al. Nou, dit is de attractie die daar vooral is bijgestaan van de vorige keer. Daar zat ik helemaal achter in het bootje. Nou ja, je ziet het zelf wel zo. Attractie me goed bij, want ik ben er even nat geworden omdat ik hem stond te filmen. De vorige keer zat ik in de attractie, toen werd ik drijfnat. Toen was het al mooi weer, nu dus niet. Ik dacht dat ik veilig stond op het bruggetje, maar ik heb een enorme lading water over me heen gekregen. Nou, lekker. We zijn weer op het punt waar ik de video begon, maar dit is nog niet het eind van de video. Ik ben dus bij het filmen van de Niagara Falls drijfnat geworden. Echt, dat had mijn zak in mijn onderbroek. Nou, dat heb ik gedaan. Ik ben naar de auto gegaan. Daar had ik gelukkig nog droge kleren. En we gaan nu voor de nieuwe ronde het park in. Ik moest helemaal van de Niagara Falls naar Mexico lopen. Omdat mijn ingang Mexico binnen ben gekomen. Dus dat was dan een flinke wandeling. Oké, we gaan voor de tweede ronde door het park. We gaan niet meer in de buurt van de Niagara Falls filmen. Toro, dat is gewoon Spaans voor stier. Kijk eens even hoe prachtig deze wagentjes zijn uitgevoerd met de stierenkop erop.
dan, maar hier is er weer een dierenverblijf waar helemaal geen dieren te zien zijn. Toch wat dieren, een giraf. Verderop staat een groep zebra's. Ja, over dat er zo weinig dieren nog zijn. Ik kan me niet helemaal aan de indruk onttrekken dat Bellewaerde een uitsterfbeleid voert. Dat de dieren die dood kan niet meer vervangen worden. Dat zou uiteindelijk het dierentuingedeelte afgestoten zal worden. In de ruimte wordt opgevuld door pretparkattracties. Nou, ik ben benieuwd hoe het park zich in de toekomst gaat ontwikkelen. Adventure Club, poeh, dat klinkt heel fout voor de kennis van South Park. Daar wil je niet mee geassocieerd worden met de Adventure Club. Of was het nou de Big Adventure Club? In de souvenirwinkel zat nog een leuk stukje nostalgie. Een autootje van een oldtimerbaan. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik kan me niet herinneren dat hier een oldtimerbaan was hoor. Maar het komt mijn tijd. Ik heb opgeschoten 20 gekampt, maar had ik ook weinig interesse voor oldtimerbanen. Maar nu vind ik het wel leuk dat deze hier staat. Een blik op de oldtimer aan de buitenkant. Maar dit is oorspronkelijk ingang. Er zijn tegenwoordig twee ingangen. Dit is ingang Leeuw. Maar heel vroeger was er maar één ingang. In de tijd dat het park nog van de oprichter was, de familie Florizone. Ook bekend van het Melingpark, wat nu Plopsaland de Pannen is. Nu kwam je dus vroeger het park in. Eind jaren 80, begin jaren 90, ik weet het exacte jaar niet, maar het was vlak voordat ik hier voor het eerst kwam, dus in 1991. Toen was het park onderdeel geworden van de Walibi Groep. Beide zijn al gefuseerd. Die hebben toen het Mexicaanse gebied erbij gebouwd. Dus net als Walibi Wavra had Bellewaerde toen een Mexicaanse gedeelte met een vergelijkbare show erbij. En, ja, dat is helemaal aan de kant van het park en daar is toen een extra ingang bij gekomen. Ik wil even op mijn praten met een foutmelding op mijn camera krijgen sinds ons water over me heen gekregen, krijg ik voortdurend foutmeldingen. Zo, nu eens naartoe. Nou, niet naar de Niagara, want daar heb ik er helemaal mee gehad nu. We gaan weer naar het Bengaalse gedeelte. Hier hebben we de poort naar het Bengaalse gedeelte. Dus er zit ook een stuntshow. Er staat al het linkerrij voor te wachten. De Rapid River. Ja. Sprong dus weer een zwart schermpje voor het beeld. Ik neem aan dat hij gewoon heeft doorgefilmd. Nou, laten we eens even bij de Rapid River kijken. Dag. Ik ben van Rupert River, ik had hem vandaag al op een ander punt gefilmd. Nou, en nu even bij de ingang. Hallo. Nou, ik zeg nu dat er een behoorlijke rij bestaat. En ook als die er niet bestaat, ga ik er niet in. Want ik heb vandaag genoeg water over me heen gekregen. En daar zijn we met de Bengal Express. Nou, laten we eens kijken of er nu wat meer dieren zijn. Nou, vanochtend. Om slaven op te vangen tijdens gevechten met andere dieren. Het sterkste mannetje wordt een leider. Alleen de leeuwinnen voeden de jongen op en gaan jagen, zodat er vlees op de plank komt. Nous commençons les visites avec le roi des animaux. À l'état sauvage, le lion est surtout présent dans les savanes et les prairies d'Afrique. Une troupe de lions se compose de 1 à 3 mâles et de 5 à 10 femelles avec leurs petits. C'est le secret du tigre de la mer. Extra vacht op hun poten en de nek.
ongeveer 12 jaar oud in de natuur. Maar in de dierentuin kan een leeuwen tot wel 20 jaar oud worden. C'est impressionnant, Philem. Pèse en moyenne 165 kilo. Et peut manger 40 kilo en fin de terrain. Il a mis sur les tigres, les maçons et les oiseaux. Mais il préfère chasser de plus gros animaux. Ik heb de afsluiting met de GoPro, want die 4K-camera doet het helemaal niet meer. Ik hoop dat hij weer aan de praat krijgt omdat er geen data verloren is. Maar dit was dus een dagje in Bellewaarde. Tot slot wil ik jullie nog even iets vertellen over deze attractie, tenminste wat er vroeger in dit gebouw zat. Er komt net het treintje aan van de Huracan, de achtbaan. Vroeger zat hier dus de Dark Ride Las Piratas en die ingang was ook hier. Dat was een hele mooie Dark Ride, waarschijnlijk gewoon geïnspireerd op Pirates of the Caribbean, maar met een heel eigen twist daaraan. Het speelde zich af in Mexico, in Yucatan. Daardoor ontwikkelde zich meteen mijn topografische kennis van Mexico op. Maya verhaal. Ik ben weer naar buiten gegaan, want door het gejol van de kinderen kun je het af niet verstaan. Het was een prachtige taakrijd met een Maya thema. Het zich afspeelde op Yucatan, een stad die werd geplunderd door piraten en er werd wraak genomen. Het liep niet zo goed af met die piraten. Maar helaas, die taakrijd is er niet meer. En daarmee sluit af met een stukje nostalgie. Nou, voor meer nostalgie, abonneer op mijn kanaal en ook voor kermissen, moderne pretparken. Vergeet te abonneren en tot ziens in een andere video. Hoi!